Deze les gaat over hoofdstuk 5, paragraaf 2. En in deze les richten we ons speciaal op het rekenwerk aan stralingsintensiteiten en halveringsdikte van röntgenstraling. Even herhalen wat halveringsdikte ook weer is. Een halveringsdikte is de dikte van het absorberende materiaal, waarbij de helft van de röntgenstraling wordt doorgelaten. Dat zie je terug in deze curve. Hier hebben we de opvallende straling, 100% straling, en die straling noemen we I0. Als we een blokje hebben met een dikte van 1 halveringsdikte, dan zie je dat we nog maar 50% van de straling over hebben, oftewel de helft. Dat kun je ook hier zien, want de stralingsintensiteit I die wordt doorgelaten, is de opvallende stralingsintensiteit I0 maal een half. En als we weer een halveringsdikte verder gaan, dan neemt de intensiteit van de straling weer met een factor 2 af. Oftewel, je moet het vermenigvuldigen met een factor 1/2. Dus de doorgelaten stralingsintensiteit is I0, de oorspronkelijke stralingsintensiteit, maal 1/2 voor de eerste halveringsdikte, maal 1/2 voor de tweede halveringsdikte. En zo moet je voor elke halveringsdikte vermenigvuldigen met een factor 1/2. Met andere woorden, stel je hebt n laagjes, n keer de halveringsdikte, dan is de doorgelaten straling I gelijk aan de oorspronkelijke straling I0 maal 1/2 tot de macht n. Maar wat is n dan? N is het aantal halveringsdikten dat het materiaal dik is, oftewel d, de dikte van het materiaal, gedeeld door d1/2, de halveringsdikte. Daar kunnen we nu deze algemene formule voor opschrijven. Namelijk, I is I0 maal 1/2 tot de macht d gedeeld door d1/2. En daarbij is I de intensiteit van de doorgelaten röntgenstraling. I0 de intensiteit van de invallende röntgenstraling, allebei in watt per vierkante meter. D is de dikte van het materiaal en d1/2 is de halveringsdikte. En beide moeten in dezelfde lengte-eenheid zijn. Dus als ik de halveringsdikte heb in meters, moeten we d ook in meters doen. Of de halveringsdikte in centimeters, dan moet d ook in centimeters. Als we met deze formule nu willen gaan rekenen en we willen de intensiteit, de doorgelaten intensiteit uitrekenen, terwijl we weten wat de opvallende intensiteit I0 is, de dikte van het materiaal d en de halveringsdikte d1/2 is, dan is het een kwestie van invullen in de formule, dus een kwestie van invoeren in de grafische rekenmachine. En dat is een berekening die op zich makkelijk is uit te voeren. Pas wel op met haakjes. Het wordt ingewikkelder als we in plaats van de intensiteit bijvoorbeeld d willen berekenen. D, terwijl we I weten, I0 weten en d1/2 weten. Hoe ga je dan te werk? Dat zal ik in een aantal stappen laten zien en probeer die stappen ook goed te onthouden. Die heb je echt nodig om dit soort berekeningen van d, maar ook bijvoorbeeld van d1/2 uit te voeren. We beginnen met de eerste stap. En de eerste stap is dat we de I0 naar de andere kant brengen, oftewel we delen links en rechts door I0. En dan komt het te staan dat I gedeeld door I0 is 1/2 tot de macht d gedeeld door d. 1/2. De volgende stap is links en rechts de logaritme nemen. En dat levert op dat de logaritme van I gedeeld door I0 tussen haakjes is de logaritme van 1/2 tot de macht d gedeeld door d 1/2. Volgens de regels van de logaritme mag de macht van de logaritme voor de logaritme geplaatst worden. En dan krijg je dus het volgende, dat de logaritme van I gedeeld door I0 gelijk is aan d gedeeld door d1/2 maal de logaritme van 1/2. We gaan weer een stap verder en die volgende stap is dat we juist de logaritme van 1/2 ook weer naar de andere kant brengen. Ook weer links en rechts delen door logaritme 1/2. Dus je krijgt hier dat log I gedeeld door I0, gedeeld door log 1/2, is d gedeeld door d 1/2. Realiseer je dat log I gedeeld door I0 gewoon uit te rekenen is, want I en I0 die weten we.
Log een half is ook een gewone waarde die je kunt gebruiken. Dus deze breuk kun je helemaal tot een getal maken. D een half hebben we ook. Dus als we de d een half naar de andere kant brengen, dan hebben we d uitgerekend. Wat je ook zou kunnen doen, is dat je hier een verhoudingstabel van maakt. En dat je dus heel simpel d kunt uitrekenen als je die wil uitrekenen. Maar je zou ook in een andere berekening d een half hier makkelijk mee kunnen uitrekenen. Als dat juist de variabele is die je moet berekenen. Zorg dat je deze stappen goed begrijpt en goed kunt toepassen. Je zult het nodig hebben. Zoals al eerder gezegd, over de fotonenergie is gezegd dat de fotonenergie afhankelijk is van de frequentie van de elektromagnetische straling. En wel zo dat de fotonenergie evenredig is met f, de frequentie. Dat betekent dat de fotonenergie gelijk moet zijn aan h, een constante, maal de frequentie. Energie, de fotonenergie in joule, f, de frequentie in hertz, en h is dan de evenredigheidsconstante, in dit geval in joule seconde. Die constante is bepaald door meneer Planck en dat noemen we daarom ook de constante van Planck. En de waarde is 6,626 × 10⁻³⁴ joule seconde en die kun je ook terugvinden in de BINAS. Ten slotte nog dit. We zijn gewend om energie uit te drukken in de eenheid joule. Maar als we met atomen en met atoomenergie en fotonenergie aan de slag gaan, dan zul je merken dat we met hele kleine hoeveelheden energie te maken hebben. En daarom rekenen we niet in joule, maar we rekenen de energie in elektronvolt, waarbij 1 elektronvolt gelijk is aan 1,6 × 10⁻⁹ joule. Röntgenfotonenergie zit ergens tussen de 1 kiloelektronvolt en 1 megaelektronvolt. Ten slotte de leerdoelen van deze les. De begrippen zijn belangrijk, halveringsdikte en de constante van Planck. En met name het rekenwerk aan de intensiteit van de doorgelaten in röntgenstraling en hoe je kunt rekenen met fotonenergie. Zorg dat je deze berekeningen kunt maken. In de les gaan we er verder mee oefenen. Veel succes!